Dinsdagmiddag is het vernieuwde bezoekerscentrum van Sonnema Berenburg in Bolsward geopend. Ook werd de eerste 1,5 liter fles gepresenteerd. Het Berenburg-merk bestaat 150 jaar en is in die tijd uitgegroeid van een lokale Friese speler naar een internationaal opererend merk. In het bezoekerscentrum aan de Stoombootkade in Bolsward maken jaarlijks duizenden bezoekers uit alle windstreken kennis met Sonnema. Commissaris van de Koningin John Jorritsma en burgemeester Vroegendewij waren bij de bijeenkomst aanwezig. Oud-profschaatser Rintje Ritsma onthulde het vernieuwde pand met de op bijzondere wijze gerenoveerde voorgevel. Ik moet op de knop drukken, daarna gaat er iets gebeuren. We zullen het zien. Met je goede hand. Klaar voor? Gelkje, drie heugelijke feiten bij Sonnema. Dat kan je dan zeggen. Een hele feestelijke dag, want we vieren 150 jaar Sonnema om mee te beginnen. In dat kader hebben we ik verbouwd. De hele zijgevel en voorgevel is helemaal vernijd. Dat had ik met het bezoekerscentrum te krijgen. En we hebben op de productielijn speciaal dit jaar een 1,5 liter fles, een 150 centiliter fles in productienaam. En die bloed ik in het assortiment. Dat past ik helemaal bij deze tijd in het lijstje, die 1,5 liter fles. We zoeken dat meer fabrikanten dat doen, die brengen wat grotere verpakkingen uit. Al het Sonnema dat stikje al jeder uitviert in de vorm van een 3-liter fles. Voor horeca, maar ik voor de sliterij. Dat nemen we de Friese champagne. Die bestiert dus al, maar de 1,5 liter fles wie ik behoefte aan. En daarom hebben ik zijn in dit jaar met het allemaal wijzen. Dit bezoekerscentrum zit hier al sinds 1986, maar vernijing wie nodig? Het heeft altijd vernijing nodig, want de tieren veroor je. De trends speel je dan een stukje mee. We zoeken hier in een beetje in deze omgeving het museumdeal van Sonnema. Dus natuurlijk eventjes vieren West-Futkomst, hoe het begon is. Connecties met Alversterentocht en met andere historische zaken. Maar we moeten natuurlijk ook de nieuwe tiert in de gaten horen. Vandaar dat ik de Sonnema Wodka Hub, uw nieuwe product, aandacht krijgt in dit bezoekerscentrum. Hoeveel mensen komen hier elke keer? Dat is rond het 10.000. Hebben we hier op een dagen, dat doe ik in het kader van Sonnema 150 hier dit jaar op 28 augustus ik nog een keer. En dan verwacht je op een dag echt enkele duizenden mensen. Dus dat telt dan in Sanier natuurlijk wel heel bot op. Is hier voor de mensen een hoop te zien dan? Ja, er is een heel protte te zien. Ten eerste hoe de skiertnis van Sonnema kennen ze wat aan de weet komen, van Sofia dat nog net bekend is. Aan de andere kant, laten we zien dat Sonnema aan een van de Alversterden verbonden is. Dat is Bolsward dus. En we laten een prachtige bedrijfsfilm zien in het Friese kader. Dus daar willen alle dingen aan hechten. De oorsprong, hoe is verder begonnen. Maar ik de binding van Sonnema met het Friese landschap. En alle activiteiten, zoals de Snitswieken, Alverstedentocht en het Scootsjesiel. En vierde krijgen ze dan een hele uitlis bij de productie. Hoe het in zijn werk gaat om de Berenburg in de fles te krijgen. Of de wodka bij Gliks. Het is ook al gezegd door de commissaris van de Koningin en ook door de burgemeester dat we een bedrijf zijn die volop in beweging is. We hebben er nu 150 jaar op zitten, maar we willen nog graag een lange toekomst tegemoet. Dat kun je alleen maar doen wanneer je blijft innoveren en communiceren over je product. En dat is iets wat ons elke dag boeit en bezighoudt. En ook vanwege het 150-jarige bestaan hebben we gedacht, dan moeten we een 1,5 liter fles voor ontwikkelen. En die is op dit moment wordt die op de lijn gedraaid. En de eerste daarvan zou ik heel graag aan de commissaris van de Koningin willen overhandigen. En als u straks weggaat, krijgt u er ook allemaal één mee. Maar commissaris, ik wil u bij deze graag de eerste 1,5 liter fles overhandigen. Super, okay. Dankjewel. Geweldig, geweldig. Oké, hartelijk dank. Ja. De burgemeester zegt even, er staat wel Bolsward op. Ja.